Welkom bij 42 Actueel, met deze week de volgende onderwerpen. De vakantie is voor veel mensen al begonnen. Ouderen blijven echter vaker thuis. Ze ontvangen in de zomer minder bezoek en hebben minder sociale contacten. Staatssecretaris Maarten van Ooyen roept daarom iedereen op om tijdens de vakantie contact te houden met onze buren, ouders of kennissen die thuis blijven. De zomercampagne is onderdeel van het actieprogramma 1 tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het actieprogramma heeft als doel eenzaamheid bespreekbaar te maken en eenzaamheid tegen te gaan. Staat er bij jou regelmatig een boodschappentas vol plastic statiegeldflesjes klaar om ingeleverd te worden? Gemiddeld is een boodschappentas vol flesjes 6 euro waard. En daar kun je leuke dingen van doen. Alle plastic statiegeldflesjes met het statiegeldlogo kan je inleveren bijvoorbeeld bij supermarkten en tankstations langs de snelweg. Naast de water- en frisdrankflesjes vind je het logo ook op sommige flesjes met sap. Met het inleveren van statiegeldflesjes draag je bij aan een schoner milieu. Want de flesjes die je op straat ziet liggen, hebben meer dan 450 jaar nodig om te vergaan. En door ze in te leveren, worden ze gerecycled. Maar naast de natuur help je ook je eigen portemonnee een handje. Goed nieuws voor het Truis Energiecollectief. Het Truis Warmtenetwerk is in juli namelijk gecertificeerd en nu officieel het meest duurzame warmtenet van Nederland. Bij de certificering haalde het Truis Warmtenetwerk voor het eerst in ons land de hoogst haalbare score. Die hoge score is verdiend doordat de energie die nodig is om de warmte te maken door het TEC zelf duurzaam en lokaal wordt opgewekt. De certificering is ook goed voor huiseigenaren en huurders die op het warmtenetwerk worden aangesloten. Het energielabel van de woning wordt daardoor namelijk beter. In de maand augustus is het Witte Kerkje in Terheide open voor publiek op zaterdagmiddag van 2 tot 4 uur. U bent er van harte welkom voor een kop koffie of thee, bezichtiging van de kerk en de ruimtes die erbij horen. Daarnaast zijn er creatieve activiteiten, zoals kraanvogels vouwen op 6 augustus, het schrijven van kaarten voor Amnesty op 13 augustus en een speurtocht door de kerk op 20 augustus. Op 27 augustus is de laatste openstelling. Er worden dan lokaal geproduceerde vegetarische hapjes en drankjes geserveerd om de zomer te vieren. De VVD-fractie in onze gemeente roept het gemeentebestuur op om nu al actief in gesprek te gaan met uitbaters en eigenaren van dorpshuizen en verenigingen. Als de elektriciteits- en gastarieven op het huidige hoge niveau blijven, komen Drimmelense ondernemers namelijk in de problemen. De VVD vindt daarom dat er een energietoeslag moet komen om in alle kernen sociale voorzieningen als een café en dorpshuis overeind te houden. Mogelijk heeft u ook al vaak in de file gestaan bij het knooppunt Hooipolder. De aanpak van dit knooppunt en de A27 komt nu eindelijk in zicht en dus is Rijkswaterstaat volop bezig met de voorbereiding. Vanaf eind augustus worden daarom op meerdere plekken bomen gekapt. Dit is noodzakelijk voor de aanleg van extra rijstroken. Verkeersgebruikers rond Hooipolder krijgen te maken met tijdelijke maatregelen. Voor alle bomen geldt een herplantplicht. De A27 wordt over een lengte van zo'n 50 kilometer aangepakt. Daarnaast komt er bij Hooipolder een verbindingsboog van de A59 naar het noordelijke deel van de A27. Volgens de planning beginnen die werkzaamheden in 2023. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers van D66 besloot vrijdag tot een nieuwe massale vaccinatiecampagne. Iedereen van 12 jaar en ouder wordt vanaf september uitgenodigd. De prikvolgorde gaat weer van oud naar jong en met zorgpersoneel en kwetsbaren voorop. Boost- en herhaalprikken zijn nodig om de verdedigingsmuur op peil te houden. Die bescherming brokkelt namelijk na verloop van tijd af. Zo zijn de mensen die alleen de basisserie vaccinaties haalden een jaar later nauwelijks nog beschermd, constateert het RIVM. Dit was weer 42 Actueel. Na deze uitzending staan een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar.
De vakantiegangers wensen we een fijne vakantie. Blijft u thuis, dan zien we u graag weer volgende week. Volgt u ons ook op de social media van Omroep Drimmelen?